introduceerde in 2013 een nieuwe lijn zware RX-70 heftrucks van 4 tot en met 8 ton met verbrandingsmotor. De serie bestaat uit twee segmenten, één van 4 tot 5 ton en een range van 6 tot en met 8 ton. In deze test staat de 5 tons RX-70 centraal. De truck is geheel nieuw ontworpen, met een modern chassis en een nieuwe Deutsch Industriediesel mixed steel op nog hogere prestaties en een emissie die voldoet aan de huidige strenge normen. Gebleven is de diesel-elektrische aandrijving die Stiel al menig jaar toepast. Hij rijdt en is net zo makkelijk instelbaar als een elektrotruck, maar heeft het gemak van een verbrander. De Stiel RX-7050 Hybrid is sierlijk gevormd. Bij eerste kennismaking zou je niet zeggen dat het een 5-tonner is. De cabine is vrijwel identiek aan de werkplek van de kleinere RX-70 modellen en ook van de elektrische heftrucks uit de RX-60 serie. Net als op de andere modellen is de been- en voetruimte meer dan riant en is alles netjes afgerond. Een traploze verstelling van de stuurkolom zou wenselijk zijn. De testtruck is voorzien van een tweedelige 3,5 meter mast en kent een uitstekend doorzicht. De cilinders en slangen zijn netjes achter elkaar geplaatst en ook de mastprofielen zijn opvallend slank. Stiel heeft de uitlaat aan de linkerzijde van het contragewicht geplaatst, zodat er bij het achteruitrijden meer zicht is. De RX-7050 Hybrid is opvallend stil. Samen met de soepele elektrische rijmotor zorgt dat voor een zeer rustig totaalbeeld tijdens de inzet. We kunnen kiezen uit 5 rijprogramma's die we eventueel kunnen combineren met BlueQ, het energiebesparingsvoorkeuzeprogramma van Stiel. We rijden onze proeven op de standen 5 en 3 en doen dat zowel met als zonder BlueQ. Stand 5 zonder BlueQ vraagt de meeste brandstof zonder dat hier een hogere productiviteit tegenover staat. Inschakeling van BlueQ bespaart 8,6% zonder verlies aan output. Programma 3 met BlueQ levert de beste mix op. Conclusie: de RX-7050 diesel-elektrische hybrid van Stiel is erg soepel en stil. De truck is ruim, voorspelbaar en plezierig in de omgang. De prestaties zijn hoog en het verbruik is gunstig, al hebben we nog geen eerlijk vergelijkingsmateriaal. Punten ter verbetering zijn de vrij zware bedrijfsrem, al heb je die niet vaak nodig. De parkeerrem is niet ons favoriete model en de opbergvakjes zijn matig bereikbaar. Verder is de truck verrassend makkelijk te bedienen voor een 5-tonner. U leest meer over de Stiel RX-7050 Hybrid in het mijnummer van Logistiek Totaal. Op logistiektotaal.nl vindt u meer informatie over dit nummer.